Het Kasteinertaal. Ja. Kastein, nee, Kastein. Het Kastijnertaal, het, het is gewoon Kastijn. En ik weet dat ik jou er heel blij mee maak om hierover te gaan praten. Ja, want Kastein ja, is zeg maar voor het, het oostelijke deel van de Alpen... is wel echt één van mijn favoriete skigebieden. Ja. Om meerdere redenen. Ja. Meer ja. Uh, wat droge feitjes. Uh, um, Oostenrijk, Salzburgeland. Jep. Uh, gaat van 830 meter tot 2650 meter. Ja. Ja, het uh, is totaal 114 kilometer aan pistes. En dat is eigenlijk onderverdeeld in drie uh, deelgebieden, om het zo te zeggen. Het eerste gedeelte, of het eerste dat je tegenkomt, is Dorfkerstijn. Uh, het tweede is uh, bij Badkastijn en Badhoofkestijn. En het ja. derde en laatste kleine, waar ik denk jou het allerblijst van maak, Sportkastein. Sportkastein. Ja. Yes. ja. Voordat we er die drie gebieden gaan wil ik wil toch even zeggen waarom ik dit zo'n onwijs fijn gebied vind, Want het, het heeft heel veel. Um, de, het heeft fantastische pistes. Dus heb ik niet over of-pisten, maar het heeft fantastische pistes. Met, met name hè, vanuit uh, Bad Hoofdkastein en Bad Kastijn, zeg maar De, de kogel. Uh, dat deel. Onwijs lange afdalingen. 100% mee. Fantastisch. Ik had ze al in mijn notities staan inderdaad. Ja, ja. Het tweede is, wat voor mij wel belangrijk is, de freeride. Sportkastein, fantastische ja. afdalingen. Echt geweldig. Super zeker. Hoogste punt van Ski Amadé, Echt geweldig. En het laatste punt, wat, wat nu ik nu ook neem. al heb heel is gewoon de historie. Weet je, de, de, dorpen voor, nou, de dorpen, voornamelijk Bad Kastein. Weet je, het is uniek. Het is echt uniek. Er is geen dorp in de Alpen, of, zeker in Oostenrijk, wel in de Alpen, maar zeker in Oostenrijk, dat ja. zo is als Bad Kastein. Nee, we, door, door de slide komen natuurlijk op echt ontzettend veel plekken. En moet ik moet echt zeggen, van Bad Kastein was het eerste dorp waarvan ik echt dacht van... Dit is zo anders dan wat ik tot nu toe ja. heb gezien. Zelfs ook vergeleken met, met Zwitserland en, en, en Frankrijk vond ik Badgerstein zo uniek in zijn ja, hoe, gewoon ligging. Maar vooral de, de historie van het dorp, hoe het ja. eruit ziet, de, de, de sfeer die je, die je daar echt mee meekrijgt Het is zo, uh, ja, uh, anders doet het echt tekort. Ik zou denk ik over alleen het dorp Badkastein alleen al makkelijk een uur kunnen praten. Meen ik serieus? Omdat er zoveel geschiedenis in dat dorp. Kijk heel kort voor de voor de mensen die niet bekend zijn met Badkastein. De naam zegt het al. Bad. Badkastein is zoals St. Moritz bad. Heel veel alles waar bad in zit dat heeft een helende werking. dit is begonnen als kuuroord. En er loopt uh, door, de, door het Warschau dorp loopt een mooie waterval. En het dorp is eigenlijk gescheiden in twee delen. En je hebt daar allerlei bronnen. En daar heb je nu nog steeds uh, de, de termen, de Velsen termen en de ja. Alpen, Alpen termen uh, in, uh, in het dorp in, het, in Kastein. Um, en zo is het gestart. En dat was niet in de uh, 19e eeuw, maar in de 8e. Goed, in de, wel in de 19e eeuw. Nou ja, in ieder geval, in ongeveer de 19e eeuw had Bad Kastein zijn glorietijd. Er kwamen ja, echt ja. de groten der aarde kwamen we Op bezoek in Bad Kastein. We hebben het over uh, keizers, koningen, uh, de, de, Sisi, Sisi ja, uh, ja, uh, ja. Uh, de Sissi <laughs> Sissi, ja, de Shah van ook de echte captains of industry, uh, popsterren, noem het allemaal maar op. Uh, Bad Kastein was de place to be. Mensen bleven daar dan ook niet, zeg maar een week, maar ook gewoon maandenlang. huren ja. hele hotels af, lieten uh, nou ja, bijgebouwen neerzetten voor Concert, hun personeel. We hebben daar een tour gehad met een gids, uh, nou, ja. echt gewoon als je dat nu gaat narekenen, wat het gekost heeft voor die mensen om daar. Een half jaar te verblijven ja. is eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Maar, over, maar ja. echt in de categorie tienduizenden euro's per dag als je ja. het nu omrekent. Je? En je hebt daarna de bronnen, dus de hele werking. En dat is wat mensen daar deden. Weet je, van wintersport was überhaupt nog geen sprake. Ja, ja, ja. En het was, het was misschien wel een van de meest welvarende plekken van, uh, van Europa op dat moment. Ja, ja. ja. ja echt ongelooflijk. Maar ja, goed, en dat is wel uh, ja, ook een heel lang verhaal uh, wat korter te maken. De huidige status van Bad Kastein is een andere, hè, weet je. Er is nog steeds wel een, uh, de termen zijn er nog. Ja. Alleen het dorp is, uh, nou, een heel groot deel van de panden staat gewoon leeg. Hè. om uh, Diverse redenen is mm -hmm. dat allemaal, uh, ja, bleek niet overeind te houden. En uh, nou, dat zijn ook echt allemaal gigantische panden. Er zijn gigantische panden. Om echt een echt beetje voet te krijgen, weet je. Uh, nou, ja, ik woon in Scheveningen, het Koerhuis. Koerhuis. Ja. Daar staan, daarvan staan er uh, acht ja, uh, in uh, Badcastlijn. In, ja. in die stijl ook. En fantastisch. En, maar een aantal van die panden staat leeg. Staat gewoon echt leeg. Weet je, daar is op een gegeven moment gewoon uh, de sleutel uh, omgedraaid. En die zijn verlaten. Die ja. staan al tientallen jaren staan die leeg. En nu. Zijn er allerlei uh, plannen om dat weer nieuw leven in te blazen. Maar je merkt dus dat het ene deel van het dorp super levendig is. Ja. Met apelski, echt helemaal op toerisme. Voornamelijk het deel dat aan de rechterkant Bekland, van ja. de waterval ligt. Hè, bij de doorgaande bij, weg, ja, de doorgaande ja. weg ja. naar, naar Sportkastein. Um, en de andere deel van het dorp is nou ja, relatief uitgestorven, Maar dat maakt het echt, maakt het echt uniek. Want... Het toffe is dus dat je als je in een van die andere hotels die dus de courthouse-achtige hotels waar je mm. gewoon kan verblijven. Die gewoon prima kwaliteit bieden. superleuke leuke apelski. Het is een heel internationaal publiek. Veel ja. Scandinaviërs, veel Engelsen, Engelsen, veel Engelsen ja. Italianen. er komen uit alle hoeken. Ja, dat maakt het super ja. internationaal. Ja, ik, ik, ja ik, ik hou daarvan. Weet je, die verhalen. Dit is echt een unieke bestemming. Om terug te komen bij het skigebied. Ja, nou, of, uh, daar, daar, <laughs> we het hebben, daar ja. ging het ook over Wat daar ging het over. Het allereerste uh, gebied wat je tekent. Ben ik helaas nog niet geweest. Dorfkastein. Dorfkastein. Ja, Dorfkastein is echt een, een familiebestemming. Dorfkastein is een, een, is een klassiek Oostenrijks dorp. Weet je, lager in het dal uh, vormt een skischakel. met het groost al uh, uh, aan de andere kant van de berg. Dus eigenlijk ski je gewoon de berg over. Um, ja, weet je, wat ik al zei. Perfect voor families. Mooie kinderlanden. Uh, heel relaxed. Veel tussen de bomen. Um, ja, niks mis mee. Je, okay. als, um, als je als familie op vakantie gaat, is uh, Dorfkastijn een hele rustige bestemming om daar een week te verblijven. Kijk, nou. dan gaan we door. Ja, dan rijden we door. Naar het, gro het grootste gedeelte eigenlijk van het ja. gebied: uh, Bad Kastijn en Bad Hofkastijn. Ja, um, en ik had er al een paar notities gemaakt die je net ook al aantikte: de, de, de B B19 en B22. Bij de stoep met een kogel ja, sprongen er bij mij ook echt meteen uit. Ja, Om, precies. Ik, goed, de, ik heb een bepaald beeld bij het Salzburgerland van het zijn niet al te hoge gebieden en ook geen gigantische lange afdalingen. Maar daar had ik echt het idee van en lekkere afdaling kunnen maken. En wat we volgens mij ook in de snowshow een paar keer aantekenen: van elke lift die ze daar neer hebben gezet voelt gigantisch functioneel aan. Dat het geen verbindingsliftjes zijn of korte liftjes die maar steeds moet blijven pakken, maar gewoon echt. Lange afdaling, lift pakken en gewoon weer een lange afdaling en lift pakken. Ja. Gewoon echt ultrafunctioneel ja. gebied voor mijn gevoel. Ja, is het ook. Maar ook omdat de afdalingen gewoon verschrikkelijk lang zijn. Echt lang. Weet je, duizend hoogtemeters is, is helemaal niet raar... ...omdat daar gewoon iedere afdaling te skiën. En dat maakt het wel onwijs lekker, want je kan echt lekker doorskien. Ja, Zelfs met de langste dalafdaling van Salzburg-Gelderland... Ja, ...vanaf klopt. de Hoge ja. ja, tot 10 kilometer kilometer plus heb ik hier ook uh, gemeten. Ja. Wat ook echt, echt een heel mooie route. Ja, schitterend, want je gaat ook dan uh, op een gegeven moment ga je onder die, uh, die, die brug door. van de, waar ja. de trein overheen gaat uh, ja, richting uh, Bad Broodkweien gewoon. Natuurlijk. Dus ja, het is ja. fantastisch. En daar hebben ze ook een, een hypermoderne gondelbaan. Is oh, daar weer oh, 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 gebouwd. Dat ik zeg ja, het is echt een, uh, gigantisch. Ja, gigantisch liftgebouw waar eigenlijk alle faciliteiten aanwezig zijn van ski lockers ja. tot uh, 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 Volgens mij de verbinding ook met de bussen en... Parkeren. Ja, ja, is voor mij de trein zelfs ook. Dus de, 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 de is dat de trein dan net niet. Maar in ieder geval, uh, de connectie ik, met ik, het zou OV ik zo uh, ik zo zeggen. is ook heel goed. Après er zelfs, in gewoon echt alles wat je... Wat ook een... in de categorie duurzaamheid is het uh, Gastein ook een perfecte bestemming om uh, met de trein te bezoeken. Hè? Want de, de trein stopt in het bad kastein, gewoon in het centrum. Je kan echt vanaf Klopt, het ja, treinstation ja, ja. loop je gewoon naar een grootste, het grootste deel van de accommodatie. Ja. Dus dat is echt een goede bestemming om met de trein te bezoeken. Heel goed om te weten. Oh. Uh, ja, ja, ik vond inderdaad de, de, de route richting uh, Bad vond ik echt, echt fantastisch. Uh, eigenlijk ook nog een heel mooie centrale plek met een skigebied bij de skicentrum Angertaal. Waar de kinderen uh, ja. op les kunnen. Eigenlijk een, eigenlijk een heel mooie, ja, ik wil vlak te zeggen, want het, het is natuurlijk niet vlak. Maar nee, man, eigenlijk het is een heel mooie plek. Ja. Echt pal met een skigebied waar de kinderen op les kunnen. Het is... Mij lijkt het ook heel fijn om, om als ouders daar... Ja, die kunnen eigenlijk het hele skigebied continu door kruisen... en dan tussendoor nog hun, hun kinderen op les uh, zien gaan. Ja, en bij de uh, kant van Badgerstein... heb je natuurlijk ook nog heel mooie uh, hangbrug en uh, uitzichtpunten. Ja. Ik, ik, ik was wel echt, ondanks dat wij er eigenlijk... of in ieder geval ik er de laatste keer was met, met vrij slecht weer... Mm -hmm. was ik echt zo aangenaam verrast door, door Bad Kestijn, want dus, ik ben normaal. Weet je, het is ja, het een skigebied ja, ski voor skiers... En snowboarders uiteraard. Maar wat ik ermee bedoel is gewoon... je kan echt voor de sport... je kan gewoon echt lekker gas geven. Gewoon mooie afdalingen. Echt mooie afdalingen. Ja. En die hut, er zit net boven. Dat is ook tof. Dan komen we weer op dat badkastein. Daar staat daar nog een één persoons slip. Ja, toen was even verkocht. Het was de ja, allereerste activiteiten die we ging doen. is ja, om meteen te springen als een klein kind. Tuurlijk, want kom bij mij met een stuk traditie aan... En dan ben ik al snel ben ik je vriend. En ja. zeker als er een oude eenzitter staat... Nou, dat is puur een nostalgie natuurlijk... En die brengt je naar een van misschien wel de oudste hut van Oostenrijk. De naam is me eerlijk gezegd even ontschoten. Ik zit nu ook heel achter. gaan. even voor ik... moet rijden. Maar dat maakt, maakt niet zo heel veel uit. Maar je kan dus ook s'avonds met die lift omhoog. Je kan daar vandaan kan je terug rozen naar het dorp. Ja. En ook de Dalfdaling naar, uh, naar Bad, Kastein Bad Kastein komt Kastein. daar Kom langs. langs. Ja. Fantastische hut, net boven het dorp. Echt de moeite waard. Zo oud dat zelfs de huidige eigenaren niet eens meer wisten wat er ooit eigenlijk heeft afgespeeld. Je ziet ook allemaal nog... Ja. dingen in het dak en in de ja, palen die ja, ja, vast. Ja, ja, ja. Dus, ja, het is echt een, ja. Ja, heel aanzienlijk. En is 700 jaar oud of zo, zoiets echt in die buurt. Va zoiets, ja, in ieder geval echt onwijs. Uit. Ja. ja, het is echt een fantastische plek. Fantastische plek. En dan door naar, uh, naar jouw juweeltje. Ja, dan rijden we een stukje verder en dan komen ja. we in de sportkastijn. Nou, als je de weg volgt, dan denk je van kom ik in de wel ergens. Ja, 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 ja. Uit. precies. Nee, op een gegeven moment kom je ook tolpoortje, Ga je door, weet je dat? Is, ja. uh, dat is de doorgaande weg uh, naar richting uh, Corinthië? Mm -hmm. um, en als je uh, geen skipas hebt, dan uh, moet je tol betalen. Maar goed, als het goed is, heb je een ski ja. Dus dan uh, kan je doorrijden. En Dan kom je eigenlijk aan het, uh, ja, aan het eind van het dal uit. Prachtig, uh, weet je, nou ja. Uh, Eind van de wereld, zeg maar. Ja, letterlijk. Het is gewoon een parkeerplaats met de lift naar boven toe. En, uh, dat is het. Dat is het. En eigenlijk is er ook, ja. ook maar één lift. Want je, je hebt die gondel naar boven, naar de kruidskogel. Mm -hmm. En uh, ja, er, er, er staan ook een paar sleep, twee sleepliften, ja. maar die neem je toch niet. Je doet ja. toch altijd alleen maar de grond. Doen. Ja, het is, het is geweldig. Voor beginnende freeriders geweldig, omdat er een aantal routes al liggen die, uh, die je kunt doen. Mm -hmm. Maar ook voor gevorderde freeriders. De achterkant van de kruidskogel is echt een klassieker. Echt een klassieker. Meer dan duizend hoogte meters. Je skiet naar beneden. Je komt uiteindelijk bij hetzelfde tolpoortje waar ik het net over had. Ja. Ongeveer kom je uit. Daar kan je op de skibus stappen. En uh, dan breng je weer terug naar, uh, naar het gebied. Dat is echt een waanzinnige afdaling. Echt een waanzinnige. Ja, ik, ik weet niet wat, dat wij er waren voor de opname voor de snowshow. En dat wij echt letterlijk met onze neus in de boot gingen. Ja, en toen was toch het nog wat sneeuw. Hè? Toen hebben ja, we eigenlijk alleen ja. maar de, ja, de dingetjes tussen de bomen gedaan. Uh, dat is niet veel, want het meest ligt boven de boomgrens. Maar mm -hmm. je kan dus ook wel een beetje als het slecht zicht is. Maar met slecht zicht is het vrijwel altijd uitgestorven in sportkastijn. Dus dan hebben we vrij weinig mensen. Maar als na sneeuwval het open trekt, dan staat die parkeerplaats in één keer bam, helemaal vol. En dan gaat iedereen, eh, voornamelijk die afdaling aan de achterkant, is altijd heel uh, populair. Dat is echt een klassieker. Het is waanzinnig. Echt een ja. waanzinnige afdaling. Maar verder, weet je, kijk, dat is wel wat sportkastijn is hè. Je moet daar wel uh, ik denk als je als pisse skier daarheen gaat, dan, ja, ben, dan je je dat. ben je een dag wel uitgekeken. Ja, je consair, moet echt voor het freeriden moet je daarheen gaan. Of als je dus heel erg van wandelen en langlaufen houdt, is dan dat dus, ook uh, een perfecte ja. uitvalsbasis. Want lopen dus in dat dal lopen daar dus ook schitterende wandelwegen, langlauflopen ja. en ja, man, het moet ook ook hier weer, het moet wel zondig zijn. Maar ja, als het zondag is, dan is het een splook. Ja, ik kan zeggen, want we, we hadden qua dat betreft uh, toen de dag die we hadden, een sportverstaan was een, een perfecte dag. Want we hadden in de ochtend een sneeuwval. Ja. En aan het einde van de middag trok het ook uh, trok trok open. open met ja. zon. Nou, ja, Het is echt ja, was goed, hè? een gigantisch mooi paradijs. Ja. Uh, yeah. Oké, okay, nou, we hebben nog uh, reviews van de site. Oké. Okay. Uh, we beginnen met een negatieve comment van Robert. Uh, acht dagen geweest en uh, eigenlijk erg tegengevallen. Uh, veel te vlak vlakke bospaden voor snowboarders. Gelukkig had ik mijn skis mee en dat, dan is het beter te doen. Voor beginnende ski en snowboarders veel te weinig brede blauwe pistes. Ook de term groot gebied is misleidend. Het zijn uh, drie à vier losse gebieden uh, waar je, als je een van, uh, van de een naar de andere wil gaan, al goud in de in de bus zit. Ja. Um, ja, goed. Ik als snowboarder moet. eigenlijk... Ik zit echt te denken, maar volgens mij heb ik nul keer stilgestaan. Ja, dat deel maar... bij het taal. Daar heb je een aantal. Uh, pieces die wat sneller afvlakken. waar ja, oh, je ja, wel meer snelheid ja. moet houden. Maar goed, ja, weet je, ja, dat, dat is wel zo. Uh, maar ja, dit is, dit is niet. Ik vind, ja, ik vind het eigenlijk, als je het vergelijkt met andere gebieden, niet anders. Dan, ik bedoel, dit is echt niet een ding waarop je er wel of niet naartoe zou moeten. Nee, uh, eerlijk gezegd, ook het, uh, het, het stuk in de bus zitten. Van ja, ik, ik denk dat je wel heel bewust besluit: van we gaan dag 1 in voor badkastijn ja, natuurlijk. Die, uh, dag twee. In, uh, je moet een keuze maken, ja. want, want je gaat niet zo snel 's ochtends in bad hoofdkastijn omhoog en om dan smiddags nog eventjes in sportkastijn. Dat zou heel nee, raar nee, zijn. Nee. Het is ook echt een stukje rijden. Het is een groot dal, hè? het is echt een ja. groot dal. Dus in die zin van ja, hij heeft gelijk. Om dat nou als negatief ja, punt neer te heel heel leggen, vind ik wel heel, heel, ja. uh, heel heftig. Uh, overigens, hebben we nog een gebiedje niet genoemd, hè? De Grauwkogel. Ja. Aan de andere kant, ja, uh, waar je eigenlijk ook wel een, een beetje een vergetelheid gaat. Ja, ja, dat is eigenlijk een heel klein ski maar als je echt uh, niemand tegen moet komen op de berg, moet ja, je daar naartoe gaan. Ook en, geen, geen kunstsneeuw, uh, nee. was ons toen verteld. Dat ja, er echt gewoon puur natuur sneeuw is. Een paar locals, en dat, ja. uh, dat zal het al wel zijn. Dus, ja. Uh, ja, we hebben ja. in ieder geval ook nog een, uh, een positieve comment. Uh, iemand uh, die volgens mij een fan van Christi is met de username Tosti. <laughs> um, onze verblijf in Badkisterhein. <laughs> Hans-Listigoy. <laughs> Ons verblijf in Bad halverwege maart was erg geslaagd. Uh, de skigebieden in het kustijn uh, bieden veel afwisseling en busverbinding tussen verschillende gebieden is goed geregeld. Kijk dus hier, bekijkt iemand het verleden vanuit de andere kant. Ja. Uh, sommige verbindingstukken op de piste zijn niet helemaal voor snowboarders in gedachten, maar deze zijn op één hand te tellen. Dus eigenlijk, ik vond de, ja, deze dat, twee wat ik, wat mooie eigenlijk. eigenlijk al heel mooi tegenover ja. elkaar ja. staan. Dat de ene de ander bijna weer ontmoet. Nou, ja, dat is ook zo. Ja, en René, als je dan uiteindelijk klaar bent na nou, een lange dag op de berg. Ja, wat dan, dan? kan beter? je zowel in Bad Kustijn als in uh, Bad kan je lekker de term in. En dat is echt uh, heel, heel leuk. Ja, daar maak je mij ook echt, echt, echt heel blij ja. mee. En ik vond sowieso ook de term in Bad Kustijn vond ik ook echt. Uh, die wij toen hebben bezocht, vond ik echt heel mooi. Ja. Ja, maar jij houdt ook van die architectonische stijl. Ja, een stijl, beetje natuurlijk. brutalisme. Dat ja. oude, eigenlijk, misschien de meeste mensen zullen het als, als lelijk beton werken. Brutalisme <laughs> is over het algemeen ja. inderdaad niet echt een, <laughs> niet een, het al, een ja. verfijnde architectonische stijl. Maar. Nee, maar ik vond het wel, ja, het, het sfeertje wat er hing. En, en gewoon sowieso ook als je in de buitenpad zit, dat je echt mooi tegen de pistes uitkijkt. Ja, ja, van, ja. ja dat was, ik denk dat voor, voor veel mensen wel echt gewoon even heerlijk tot rust komen is aan het einde van de dag. Ja, nou ja, dus resumerend. Badkestein, of uh, Kastein, superdivers dal, mooie skigebieden, goede freeride. Ja, en zeker Badkestein is uh, als je even een heel andere beleving wil dan dat je standaard gewend bent. Ja, en gewoon een uniek dorp. Dit is een mooie afsluiting. 100% zeker.